Yo, kijkers van IMT, vandaag zijn we weer bij een A-missie. En we gaan even kijken als we deze A-missie kunnen gaan halen. Jullie zien wat voor missie is? PD for Ray. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Dat gaan we doen. Wel grote voeten heeft zij, zeg. Uit die kant. Echt, al deze missies gaan op tijd. Binnen een bepaalde tijd moet het allemaal gedaan zijn. Dat is echt zo leuk. Dus ik echt lekker op te wachten. Die kant op. Hier rijdt ook echt geen enkele bak. Er lopen hier een keer een paar mensen. En waarom die in één keer rennen te zeiken tegen mij? Ik rijd gewoon net op de weg. En zo gevaarlijk rijd ik niet. Ik rijd alleen een beetje alles omver. Kijk, ik krijg weer geld voor. Alleen maar handig. Wie houdt er dan van verkeerslicht? Het kost alleen maar tijd. Hop. Oh, ik moest eigenlijk één strekje die kant op. Never mind. Ah, nee, dat gaat niet. Wie heeft er nou wat aan? Hier hebben we die payphones ergens. Oh, hier. Ook best wel een random plek eigenlijk. Oké, daar gaan we. Volgende. Oké, gaat geven. Nee, niet gillen. Ik zei niet dat je moest gillen, ik zei dat je moest gas geven. Oké, daar gaan we. Floep, floep. En dan gaan we hier dus die kant op. Die is weer toch niet erg een keer de rood rij. Het boeit hun zelf ook helemaal niks. Die kant op. We zitten precies op de hoek. Handig. Zit hij hier beneden? Ja of nee? Die zit hierboven. Handig. Terug hier naartoe. Andere kant op. Wat ik eerder geweten had. Ik had het best wel zo dat het nu gewoon de missie gefaald is. Oh, hier gaat ook naar de andere stad. Ja, nu rijdt er nog niet, inderdaad niks. Ja, die kan nog best wel voor zorgen dat ik de missie gefaald heb. Deze actie. Gaat hij nog glitchen daar? Liberty Campus. Ik hoop dat hij minder dan een minuut rijden is. Want ik ben gewoon echt Sjaak. Appa, hier naartoe, hier naartoe. Ik denk dat ik geen grotere minimap heb. Ik weet wel dat er een mod voor is. Dat weet ik trouwens wel. Maar ik ga het niet installeren, want ik heb geen zin om dat allemaal uit te zoeken. Ik heb er toch ook helemaal geen tijd voor. In verband met mijn studie natuurlijk. En met dingen op IMT op de achtergrond te regelen. Dus bijvoorbeeld dingen controleren wat andere YouTubers doen. Van games populair zijn op dit moment. Jongens, schiet nou niet meteen allemaal op mij. Ze zijn er altijd goed voor. Zonder van al dat lood. Heel mooi kunstwerk kan maken. Oh my god, ik extra tijd erbij zou krijgen. Dat zou op zich niet echt verkeerd zijn. Ik kan altijd heel close call nu worden. Ik denk dat ik die ene gemist heb. Nee, dit gaat hem niet worden. Dat kan ik nu alvast vertellen. Ik ga dit never nooit niet halen. Ik heb twee keer te veel tijd kwijtgeraakt. Dus even de missie opnieuw starten. Dat ik dus twee keer te veel tijd ben kwijtgeraakt en die auto die ik nog niet had, heb ik het dus niet gehaald. Oké, nu ga ik de auto dus dichterbij zetten. Flop. Zo, een klein beetje geld erbij.
Even daar naartoe. Die auto. Een andere plek neer. Ik meteen hier neer. Dat ik meteen weg kan. Oké, stadmissie. Hey, stadmissie. Goed zo. It's my handsome handyman. Oké, daar gaan we. It's my handy handyman. Het is mijn handige klusman. Oké. Dat klopt inderdaad, want ik doe klusjes voor jou. Alleen, jij maakt je handen niet smerig, maar ik maak wel mijn handen smerig. Oké, daar gaan we. Op naar links. Eerst naar die eerste telefoon. Dat ik dat ook de eerste keer misreed. Maar nu is ongeveer waar die zit. En dan scheelt weer een beetje tijd. Even kijken. Dan moest ik hier moest ik dak af. Hier. En dan meteen deze kant op. Dus ik kan vanaf hier dus al zitten. Dichterbij. Dat scheelt weer een stukje lopen. Op naar de volgende. I'm going to get you. Probeer eens. Hij loopt op de weg. Dat mag ook niet, omaatje. Omaatjes horen niet op de weg te lopen. Die horen niks op het trottoir te lopen. Ook wel beter known als voetpad. Voor voetgangers. Ja, ja, niet lopen seinen. Dat doe ik alleen. Met mijn geweer. In iemands voorhoofd. Deze kant op. Er moet hier nog een autootje zitten. Auto. Telefoonhok. Man, ga hier dan niet liggen. Viezerik. Ik wil niet voor jou schoon liggen. Liberty Campus. Hop. Oprotten. Ga je nog dood ook nog. Oh, dus een klein beetje schade aan mijn auto. En wel weer een klein beetje geld erbij. Ik wou mijn auto gaan repareren. Maar werkt het systeem zo, denk ik. Ik heb geen flauw idee. Ik roep ook maar iets. Daar niet eens over nagedacht. Zo, die kant op. Die kant op. En dan hier de Liberty Campus. Hier moest ik erin. Oké, telefoontje. Opnemen. Get to the phone in South Belleville Park. Dat is goed, dan doen we dat. Instappen en wegwezen hier. Dan gaan we deze kant op. Ik wil gewoon iemand precies om me naartoe rijden. Het zou me gewoon worst wezen. Zo, loopt er niet meteen te schieten, jongens. Jongens, doe eens even normaal. Even rustig. Doen jullie ook niks nu. Alleen even iemand anders een belasting laten betalen. Nou, de vorige keer die kant was opgereden, heb ik het dus wel kunnen halen. Hop. Ergens anders. Jar. Hier is die. Bij deze. Oké. Oh god, moet ik nog een heel stuk rijden. Oh nee, never mind. Zonder tijd dit keer. Mooi zo. Flop. Hoppa. Oh, de politie ook nog. Godsamme. Kan ik hier als geen missie starten misschien? Hoppa. We zijn er. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Ja, dat weet ik nu. Mission passed. Oké, tijd om nog een A-missie te gaan doen. Ik wil even heel A afgerond hebben eerst. Voordat ik aan iemand anders begin.
Dat is wel makkelijk. Beetje netjes werken. En doen we daarna een keer K, dan een keer R, of een keer R, dan een K. We zien wel. Floppa. Klein beetje toekoes erbij hebben. Toekoes. Toekoes. Wollen we wel geld. Geld, jongen. Geld. Geld maakt blij. Oké, laten we deze eventjes snel. De stad moet natuurlijk mijn naam even weten. Toek. Prachtig. Nieuw schade aan mijn auto. Two-faced Tanner. Maria en ik hebben shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. Uiteraard. We gaan hem even lekker laten bloeden. Ik denk dat deze keer heel veel sterren achter ons aan gaan krijgen. Ik weet het wel bijna 100% zeker. Dan scheelt deze auto's een heel stuk sneller. Dan alle andere auto's. Die in dit gedeelte van de stad rondrijden. Dus dat scheelt best wel heel veel. Die stad is best wel druk eigenlijk. Voor deze game doende. Oké, okay, wat doe jij en ik heel random zonder richting aanwijzer? Hier moest ik af. Dan moest ik deze kant op. Zo, dat paalt hier wel heel goed zijn werk. Dat paalt is toch iets harder dan ik had verwacht. Klemt Casino. Kijk, daar hebben we hem. Nou, steek hem out, zeker. Oh, damage his car. Oké, okay, dat kan geregeld worden. Oh god, jezus, dat dacht ik al. Ik zei het al, ik krijg heel veel politie. Vier sterren, jongen. Zo'n heel klein beetje ook niet. Zeg, rij vooral even tegen mij aan. Het gaat gewoon om dat je auto even laat ontploffen. Het liefste wat ik even heb. Of gewoon even het water intikken. Of die politiewagen even doet. Die gaat even diep zee duiken. Dat is het liefste wat ik heb. Als wat jij ook even moet gaan doen. Alleen mijn auto's zijn nu niet te laaien. Ja, ik wilde het uit. Maar die politieauto bleef wel eraan tikken. Dat is gewoon niet gin. Nou, poging, ik weet niet hoeveel, 1883 keer dat ik een missie gefaald heb. Nou, laten we een nieuwe poging wagen. Ik heb wel een idee wat ik nu moet gaan doen. Gewoon de auto zo min mogelijk damage elke keer naartoe rijden. Dan eigenlijk gewoon zo hard mogelijk tegenaan rammen. Ook handig dat de buurt bij het ziekenhuis eigenlijk gangsterwijk is. Dat is ook echt super fijn. Volgens mij een lekker band. Dat kan in deze game. Maar zo rijden wel heel veel auto's hier. Dat is een lekker band te hebben. Ik heb het echt wel eens rondgereden met een lekker band. Maar dat is gewoon echt niet fijn. Ik had helemaal niet in het begin helemaal niet in de gaten dat ik een lekker band had. Tot ik op een gegeven moment de auto snel weg zat. Waar ik achter. Hey, ik heb een lekker band. Dus ik had deze bezijnde tankstation. Mijn band heb snel opgepompt. En mee naar de garage gereden. En dan moet je nog voor de lucht, moet je nog godverdomme 50 cent betalen. Net als lucht zo duur is geworden de laatste tijd. Moet je kijken hoeveel lucht er is. En nu is het schot gewoon naar een fietspompje achter in mijn auto liggen. De band zelf kan oppompen. Ziet er misschien stom uit, maar 50 cent voor lucht ga ik ook niet betalen. Of weet je, van die tankstations komt, dat is zo'n handcompressortje hebben. Ik denk eerst aan zo'n hendeltje moet hangen. Komt er lucht in. En dan is het gewoon 3 seconden op zo'n band houden. Dan is het ding leeg.
Dat is ook van die dingen. Echt geen ene drol nep. Je bent gewoon een halve beet met één band. En natuurlijk al die mensen achter staan met de klaksoneren van schiet eens op. Ga sneller. Ik heb nog meer te doen vandaag. Op zo'n manier staan ze erachter je ook nog een keer. Ik ben helemaal vrolijk van. Ik kijk eens rond als ik een ander idee wat ik eens kan proberen. Ja. Oh, natuurlijk, ik heb geen wapens. Uiteraard. Ja, ja, ik weet het. Skip nou. Skippen. Nee, dat is pauze. Werkt op zich ook, maar dat is niet echt skippen. Hoppa. Al die mensen vandaan komen. Vraag je gewoon echt in één keer af eigenlijk. Ik hoef die auto alleen maar te ontploffen, dat is eigenlijk alles. Waar het eigenlijk om gaat. Ik had die auto gewoon van tevoren ook keihard kunnen damagen. Dat denk ik maar net even. Scheidpolitie! Oh, je kamikaze konijnen. En diegene die ik moet hebben, die ontsnapt. Iets ontsnappen gaat dit toch heel lastig worden. Vooral als dit soort dingen gaan gebeuren. Wegwezen, wegwezen. Wegwezen, zei ik. Ik heb wel een idee voor de volgende, eigenlijk. Dat ik iets steviger de auto ga opzoeken, misschien. Misschien iets minder snel, maar wel stevig. Dat ik op de wiki ga kijken wat een stevige auto is. En dan rijd ik op dus even naar A toe. En dan ga ik eens even kijken als ik deze missie kan halen. Dus ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren, niet te liken en te commenten. En tot de volgende keer. Doeg!